klopt. Dit is niet controversieel verklaard, met een reden. Precies die wordt geschetst. Het is belangrijk dat er nu dat het kabinet gewoon volledig blijft regeren als het gaat over Oekraïne. En alles, doet wat nodig is. Daarbij komt, het is helemaal niet gebruikelijk. Ik heb een aantal keer aan de formatietafel gezet. Het is helemaal niet gebruikelijk dat kabinetsbesluiten worden gedeeld met de formatietafel. Dat zijn namelijk gewoon politici, net zoals ik dat ben in het parlement. En wij worden allemaal op hetzelfde moment op de hoogte gesteld. Ja, het is wel vaker voorgekomen dat er een soort winstwaarschuwing binnenkamers is afgegeven. Jongens, we zijn hiermee bezig. Houd even rekening mee. Ja, maar als je je som aan het maken bent, toch? Nou, maar iedereen in Den Haag wist, dit zit er vroeg of laat aan te komen. En ook de ordegrootte van de bedragen, die kon je ongeveer wel, wel bedenken. Dus, uit dat kabinet aan die formatietafel. Precies. Ja, dat is de leider van de VVD. Dat is uw leider, Dylan Jezelgus. Overigens, het